De wedstrijd van vandaag wordt van commentaar voorzien door Jurie Mulder. En natuurlijk Evert ten Apel. Dank je, Evert. Dank je, Jurie. Scheidsrechter Valente Larrazabal is er helemaal klaar voor. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij heeft de tijd en de ruimte om de bal voor te zetten. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. Benzema. Marcelo. Ivan Rakitic. Jordi Alba. Terug naar de keeper dus. Goed gepakt door de keeper. Jordi Alba. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Zweeft het strafschopgebied in. Prima actie van de doelman. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Jordi Alba. Iniesta. Casimiro. Karim Benzema. Natuurlijk rekent Real Madrid vandaag op winst. En we weten dat ze heel erg goed kunnen voetballen. Maar ze zullen het niet cadeau krijgen. Wat een controle. Casimiro. Messi stoort. De paas was goed, maar toch verliest hij de bal. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Marcelo. Isco. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Iniesta. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Het is Madrid dat mag gooien. Varane. Luka Modric. Benzema. Speelt de bal weer terug. Isco. Sergi Roberto.
Lionel Messi. Isco. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Er valt een gat en Barcelona zit er met één boog op. Daar hoefde hij niet veel voor te doen, slordig gespeeld. Casimiro, prima onderschepping daar. Varane, Isco. Cristiano Ronaldo heeft hem. De bal wordt nu goed rondgespeeld. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Carvajal. Barça mag gooien. Vermalen. Paulinho. Jordi Alba. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Goed ingegrepen door de verdediger. Cristiano Ronaldo heeft hem. Oh, dat is mooi over de vleugel gepaast. Carvajal. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Hij is er door. Messi. Ja. Wat zijn ze kwetsbaar voor zo'n snelle uitbraak, Jury. Daar wordt hier uitstekend gebruik van gemaakt. Mooie individuele actie. Een prachtig af te maken. Het eerste doelpunt van de wedstrijd, Jury. Net wat ze nodig hebben. Ja, en dit is nou echt een wedstrijd die vraagt om een doelpunt. Hopelijk breekt dat doelpunt die wedstrijd een beetje open. Messi, Sergio Ramos, Kroos. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? De keeper redt op fenomenale wijze. Een corner. We gaan zien of het team deze kans kan benutten om de achterstand weg te werken. Hij pakt de bal goed terug. Hij heeft hem weer te pakken. Messi stoort. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Tot nu toe valt er niet veel te beleven in deze wedstrijd. De tweede helft begint en Real trapt af. Isco. Casimiro. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De speler krijgt de bal weer terug. Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Sergi Roberto. Keeper krijgt de bal. Jordi Alba. Sergi Roberto. Goeie tackle. Isco. Carvajal. Modric. Bal weer terug. Messi. Kan voorzetten. Hoekschop. Een mogelijkheid om de score te vergroten.
Benzema. Cristiano Ronaldo. Oh, ze zijn de bal kwijt. Carvajal. Modric. Marcelo. Probleemloos rondgespeeld. Ja, goed. Hij is niet in zijn eentje. Benzema! Ja hoor, de gelijkmaker. Messi. Rakitic. Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Kroos. Benzema. Sergio Busquets. Lionel Messi. De bal is voor Real Madrid. Isco. Rakitic. Messi. Dat is een kansrijke paas. Hij mist met een omhaal. Misschien had hij toch iets minder spectaculairs moeten proberen, even. Kikt hem door met het hoofd. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Modric. Iniesta. Er valt een gat en Barcelona zit er met één bovenop. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Gaat hij hem voorgeven? De aanval leidt nergens toe, behalve een doeltrap natuurlijk. Oei, wat scheelde dat weinig zeg. Daar waren ze wel heel dicht bij een doelpunt. Soms zit het mee en soms zit het tegen, even. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Isco. Kroos. Dikkie terug, publiek laat merken dat het dat niet leuk vindt. De bal is voor Real Madrid. Kroos. Benzema. Isco. Nou, hij gaat schieten of... De scheidsrechter fluit. Barcelona krijgt de vrije trap tegen. De scheidsrechter trekt geel. Die sliding was niet volgens de regels. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de bal. Drie wissels tegelijk. Is dat een gebaar naar zijn team? Een motie van afkeuring soms. Carvajal. Lionel Messi. Van de keeper. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. Vermalen! De keeper heeft hem. Deze doelman doet wat er van hem verwacht wordt. Sterk gekiept. Messi aan de bal. Messi.
Met die tackle herovert hij de bal. Toni Kroos. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij er knap last van. Overtreding tegen Real Madrid. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Jordi Alba. Hij doet het. Dit zou wel eens het winnende doelpunt kunnen zijn. Dat is nog maar kort te spelen. In de herhaling is duidelijk te zien dat de keeper niet eens in de buurt van het doel is. Ja, dan is het een koud puntje. Daar heb je gelijk in, maar hij moet er nog wel in, hè? Was dit nou de beslissing, Juri? Ja, ik denk dat ze zo ontsnappen aan een verlenging, Evert. Of zelfs wel strafschoppen. En hier zien we de herhaling, Juri. Ja, ze waren kansloos. Hij doet alles goed en zet een prachtig doelpunt op zijn naam. Een paas over een grote afstand. Dembele. Die aanval wordt onderbroken en dat is heel belangrijk voor ze. Einde van het duel. Nou, dit verlies komt denk ik hard aan hoor. Promotie leek voor het oprapen, maar het mocht niet zo zijn. Nee, maar ze mogen toch trots zijn op hun prestaties dit seizoen. Ze hebben vorig seizoen uitstekend gepresteerd, maar dat ze divisie 1 niet hebben gehaald, was toch wel een beetje een teleurstelling. Laten we maar kijken wat ze dit seizoen van bakken. Real Madrid is afgetrapt en dus is de wedstrijd begonnen. Varane. Wat een suffe fout zeg. Ze vechten om de bal. En meteen al een vrije trap. Carvajal. Benzema. Miranda. Coutinho. Carvajal. En het spel gaat weer de andere kant op. Ze mogen een hoekschop nemen. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. De bal van Cristiano Ronaldo komt niet aan. Isco. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Paas belandt aan de zijkant daar bij Dani Alves. Hij zoekt naar ondersteuning. Carvajal. Kroos. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Kijk eens. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Gabriel Jesus. Die bal is voor de keeper.
Modric. Carvajal. En het wachten is op Real Madrid dat gaat ingooien. Casimiro. Luka Modric. Leuk gedaan hoor, maar het balletje is te kort. Neymar. Carvajal. Toni Kroos. Isco. Dan zal nu de voorzet komen. Maar hij herstelt zich en wint de bal terug. Luka Modric. Juist, doelpoging. Gabriel Jesus. Marcelo. Ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Daar krijgt hij geel voor. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Gabriel Jesus. De bal is voor Real Madrid. Modric. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Het is Madrid dat mag gooien. Casimiro. Modric. Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Marcelo. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Die voorzet draait naar binnen. Doelpunt! Wat een fantastische kopbal. Cristiano Ronaldo heeft hem. Luka Modric. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Gabriel Jesus. Neymar. Een super redding hoor voor de keeper. Het wordt druk in het 16 meter gebied. De keeper heeft hem. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Carvajal. Isco. Benzema. Het loopt als een trein bij deze ploeg. De bal gaat moeiteloos van voet naar voet. Varane. Die tackle is correct. Prima gedaan. Benzema. Neymar. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Toni Kroos. Handig ingegrepen hoor. Dat had hij heel goed gezien. De keeper heeft hem. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Het is een ingooi. Coutinho. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hij omspeelt de bandekking. Gabriel Jesus. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Die bal is weg, maar waar komt hij terecht? Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus.
Marcelo. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Een zeer behoudende eerste helft hoor, en dat maakt... En Brazilië's aftrap voor de tweede helft wordt met gejuich ontvangen. Coutinho. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paar fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Coutinho. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Isco. Benzema. Benzema onderschept de paas. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Neymar. Zomaar het balbezit weggegeven, het lijkt wel amateurvoetbal. Cristiano Ronaldo heeft hem. Toni Kroos. Van die verdediger. Overtreding, strafschop. En de bal gaat erin. Goed genomen, die penalty. Hij gaat erin. Casimiro. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Neymar. Nee, die bal gaat er niet in. En de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Gabriel Jesus. Hij krijgt hem op de slot. Wat een geweldige redding van de keeper. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Oh, ze zijn de bal kwijt. Houdt die bal bezit? Hij raakt hem kwijt, maar heeft hem weer te pakken daar. Hij maakt zijn foutje gewoon goed. Casimiro. De speler krijgt de bal weer terug. Benzema. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Luka Modric. Cristiano Ronaldo heeft hem. Toni Kroos. Met die tackle herovert hij de bal. Casimiro. Neymar. Die aanval wordt onderbroken. Karim Benzema. Hij herovert de bal met zijn tackle. Cristiano Ronaldo. Coutinho. Alves da Silva. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Dani Alves voorkomt gevaar.
Hij moest en zou die bal onderscheppen. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Brazilië met de mogelijkheid op een treffer. Dit moet een goal worden. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Real Madrid krijgt een vrije trap na die overtreding. Sergio Ramos. Isco. Marcelo. De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Deze doelman houdt zich goed staande. Dankzij zijn ingrijpen blijft het gelijk. Paulinho. Hij zoekt naar ondersteuning. Cristiano Ronaldo. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Isco. De bal is voor Real Madrid. Neymar, slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Luka Modric, Coutinho. Isco. De stand is nog altijd gelijk. De klok tikt door en beide ploegen willen nog altijd winnen hoor. Ronaldo. Oh! De keeper redt. Knap gered hoor, maar het blijft opletten geblazen. Modric! Hij scoort en daarmee lijkt de beslissing te zijn gevallen. Een doelpunt voor Real Madrid. Geweldige redding van de keeper, dat eerste schot. Maar de aanvaller doet de bal er daarna maar in. In te tikken. Deze coach durft zeg, die zet in één keer al zijn wissels in. En heeft er dus nu geen eentje meer over. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. Marcelo. Benzema. Overtreding tegen Real Madrid. Vrije trap is snel genomen. Neymar. Carvajal. Kroos. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Afstandsschot, keeper kansloos. Prachtig, prachtig. Vernietigend uit van grote afstand. Wat een schitterende goal. De afstand naar het doel was groot, maar hij vindt het doel. Prachtig hoor, zo'n knal van veraf. Daar krijg je nooit genoeg van. Toni Kroos. Die liepen. Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. Zeggen. Doelpunt via de paal. Einde van de wedstrijd, stand 3-2. Meteen al met 3 punten op zak naar huis. Een mooie start van het seizoen. Dat moet een goed gevoel geven.
23. I have a lion, dancing queen. Young mind in the backyard. You've always been the king of it, playing hard. I know it, you made of it, born with it. I know it, I know it. You rise from it, prey on it. I know it, you leave with no trace of it. It's the power of you, bring it all beautiful. Jewels, she on a mission, don't you know Ruby rules? Fire up, turn it back around. I can see you rising up above the crowd. You're far away, but we can hear you shout. Okay, I love you, I do need you, I do love you, I do need you.
Thank you.